Goedemiddag allemaal, welkom in Mol in de Antwerpse Kempen voor de Zilvermeercross. We zitten hier in een heel mooie locatie met een heel mooi parcours. En hopelijk krijgen we ook een hele leuke en hele spannende cross. Wat we ook al wel weten, is dat er heel wat grote namen niet bij zijn. Bij de mannen geen Wout van Aert, geen Mathieu van der Poel en geen Toon Aerts, net zoals gisteren. En bij de vrouwen ook geen Marianne Vos bijvoorbeeld. Denise Betsema, die is er niet bij. Annemarie Worst, die is ook niet aanwezig, jammer genoeg. En Geert Welles, ja, dat is heel jammer, want het is hier een heel mooi parcours, heel leuke locatie. We kunnen eigenlijk zeggen, de afwezigen hebben ongelijk. Ja, dat denk ik wel. Maar op zich, ja, ze maken keuzes van klassementscrossen. En ook al is dat bij de dames nu de lijn doorgetrokken van bij de mannen. Wat een beetje spijtig is, omdat het damesveldlijn zit wel in de lift. Maar het zit niet hard genoeg in de lift om dan even keuzes te gaan maken, denk ik dan. Want dat is mijn mening. Maar ja, vandaag zijn het dan toch wel de wereldkampioens aan de kant. Dat toont hoe het wel moet. Een e-weke stage lijkt me voldoende, maar... allemaal eigen keuze. Maar ja, op zijn kant, Lucels, zoals gisteren, zal toch wel mee de scepter zwaaien vandaag. En ja, Laura Verdonschot toch wel bijna voor eigen volk en fris aan de start. En aan de jeugd zal het ook zeker niet laten afweten en hier kans maken op een top 5. Sanne Kant en Lucels die waren er gisteren ook bij, waren nummers 3 en 4 gisteren, 1 en 2. Ellen Valooy en Denise Betsema die zijn niet aanwezig. Jammer genoeg gisteren, nogthans, ja, die cross, heel indrukwekkend wat Ellen Valooy daar heeft laten zien. We zien ze hier starten en eigenlijk in de eerste honderden meters had ze het gat al gemaakt. Ja, misschien de planning is al gemaakt voor Hasselt. En zit Ellen nu zo wel van een dubbel gevoel. Van oké, okay, we gaan een beetje tijd pakken voor rust en een beetje trainen. En alles op de kampioenschap, want daar zijn ze nu al aan het denken wat normaal is. Maar als je dan net die overwinning hebt gepakt, dat smaakt altijd naar meer. En dan kan je nooit met een volledig voldaan gevoel de zetel in kruipen. En misschien hier ook wel gaan voor de overwinning. Maar dat is hun eigen keuze en dat zullen ook wel weten waar ze mee bezig zijn. Dat is zeker en vast. Dus ja, als ze hier niet zijn en achteraf kunnen afkomen, is te laat. Ze hadden hier moeten zijn dan. Denise Betsema die eindigde gisteren tweede na een hele knappe comeback. Sanne Kant, derde plaats. Alle ogen zijn wel op haar gericht vandaag. Hè. Nog meer dan anders. Ja, dat denk ik ook wel. Hè. Ik heb deze morgen met Sanne ook een toetsje gedaan hier. En ze zei ook wel van het begon heel hard te regenen op die moment. En ja, dan is het eigenlijk een beetje spijtig als het regent, maar het zand gaat er niet onder lijden. Het ligt echt wel heel zwaar. En ja, alle ogen zijn inderdaad gericht op Sanne Kant, maar dat maakt het er zeker niet gemakkelijker op. Dat klopt helemaal. We gaan eens meteen luisteren naar wat de wereldkampioene ons te vertellen had voor deze cross. Nummers 1 en 2 van gisteren zijn er vandaag niet bij, dus alle ogen zijn automatisch nog meer op jou gericht. Is dat extra druk die jij ook ervaart? Oh nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. We hebben vandaag andere namen die dat we wel meedoen, dus ja, het is gewoon moeilijk te zeggen. Het parcours ligt er super lastig bij, denk ik. Een van de lastigste edities die ik al geweten heb. En, ja, dat gaat tijdens de wedstrijd zeker merken. Nochtans ging je wel vlot door het zand, zagen we daarnet toen je aan het verkennen was. Wat zijn de lastige punten vandaag? Ja, maar dat stukje is hier bergaf. Nee, het is, we zien dat we echt een hele droge zomer gehad hebben en het zand ligt er echt heel los bij. Het ziet er eigenlijk gemakkelijk uit, maar vanaf dat je een voet zet of je probeert door te rijden, zakt het er eigenlijk heel diep in. En dan het stuk naast het water is een soort van zuigzand wat je oprijdt, dus dat wordt helemaal naar beneden getrokken. En het stuk hier aan het water, eigenlijk, de twee strandpassages, zijn echt enorm lastig. Lucels, vandaag geen Van Looy en geen Betsema. Betekent dat dan dat jij op het podium moet staan? Ja, moet is een groot woord, maar dat is natuurlijk altijd mijn ambitie. Eender wie dat er aan de start staat. Ja. Daar denk ik dat iedereen daar wel voor uit voor op het podium te staan. Is het eigenlijk demotiverend of net meer motiverend dat er zoveel toppers afwezig zijn? Goh ja, voor mij maakt dat niet veel uit natuurlijk. Zij maken hun planning, ik maak mijn eigen planning. En het is natuurlijk wel spijtig dat ze ook niet alles rijden, maar ja, iedereen beslist dat voor zijn eigen. Met welke ambitie sta je hier eigenlijk aan de start straks? Gewoon normaal zou ik zeggen, vorig jaar was ik het tweede, dus zou ik opnieuw voor moeten rijden, maar willen rijden. Maar de laatste weken zijn nogal een beetje vrij slecht te slapen door de kindjes. Dus ik sta eigenlijk gewoon met veel vraagtekens aan de start. Heb je vannacht wel deftig kunnen slapen dan? Vannacht viel mee. Maar de vorige twee nachten wel. Maar ook twee nachten zonder slaap bijna. Dus van de week. Dus we gaan gewoon zien. Ik ga gewoon mijn best doen. Heel veel succes. Ja, dank u wel. Ja, we gaan zien wat het wordt. Het wordt een mooie cross. Daar hopen we toch allemaal op. Geert is intussen vertrokken naar de commentaarscabine. En dan geef ik het woord met plezier aan Geert Welles en aan Philippe Maartens. Heel veel plezier met de cross.
bij de ballen? Speel liever bij BetFirst. Verdubbel je eerste storting tot wel €200. BetFirst, voor spelers met lef. Hier staan ze klaar, alle dames. Ze zijn met 44, dat is toch wel een behoorlijk deelnemersveld. Met de jonge Puk Pietersen. Ze is er vandaag wel bij, in tegenstelling tot gisteren in Hasselt. Ze staan echt al klaar om te vertrekken. Het is een kwestie van enkele seconden. Joyce van der Beke maakt zich wat zenuwachtig. Cameraman gaat toch weg, want we gaan zo meteen eraan beginnen. Maar de UCI-commissaris staat er ook nog. Dus wordt het toch nog even wachten. Maar lang gaat dat zeker en vast niet duren. Sanne Kant diep gebogen over het stuur. Zo meteen gaat ze erin vliegen. Dit is in theorie haar parcours. Hier moet ze het eigenlijk toch wel eens afmaken. De druk mag dan wel niet hoog zijn, zegt ze. Toch zal die druk er zeker en vast zijn. En we zien Inge van der Heijden centraal in beeld in het groen. Zij neemt de kopstart, de kampioene van Nederland bij de beloften. Inge van der Heijden met Magali Rochette, de Canadese kampioene, in het wiel. En dan dacht ik Pauline Delay gezien te hebben. Ook goed vooraan. Als we zien nu, Magali Rochette was gisteren iets minder in Hasselt van start. Maar met nu toch wel iets minder toppers in de breedte aan de start te krijgen. Dan zie je meteen dat zij top 5 in het veld kan duiken. Zowel ook Kim van der Steenen, terwijl ze op de eerste rij staat. En startgemist is veel gezegd. Maar ja, als je ziet met de eerste meters, moet ze toch wel altijd die enkele meters. En ja, als er 15, 20 toppers aan de start staan, is dat dodelijk. En vandaag valt dat dan eigenlijk allemaal nog mee. Dus Kim van der Steenen vandaag ook zeker niet vergeten. Ja. Puk Pietersen rijdt er al in derde positie, is voorbij Sophie de Boer gegaan. Een lang lint hier. Het is eerst een beetje door het bos rijden. Vrij goed bereidbaar, alvorens we straks zand gaan proeven. Heel veel zand. Hier Kim van der Steenen, zelfs dan Kant, verdonschot. En de rest van het pak, hier de Britse Bethany Crampton. Gisteren ook zeer sterk gestart, maar deze Inge van der Heijden, ze oogt goed en ze heeft vertrouwen. Zo ziet ze er toch uit. De Nederlandse meisjes goed vooraan. En hier is het al afgelopen voor een andere Britse. Dat is Charlotte Haywood. Dat is een beetje spijtig eigenlijk. Hè? Als ze van zover komt en dan waarschijnlijk ook problemen met de schoen of materiaalpech. En dan is het eigenlijk een beetje zielig dat je op deze manier eigenlijk een beetje uit de wedstrijd moet verdwijnen. En Rochette leidt de achtervolging met Pietersen in het wiel. En Inge van der Heijden wacht op niemand. Ze heeft gezien hoe Ellen van Looy dat gisteren gedaan heeft. Waarom het hier ook niet doen? En van der Heijden kan goed door het zand rijden. Ja, en Inge van der Heijden is ook iemand van, zoals gisteren in Hasselt, ze valt pas weg na een half uurtje cross. En echt wegvallen is ook niet van sprake. Dus echt veel verval zit er niet op. En zoals je ziet, het zand ligt echt wel los. En Puk Pietersen nu naar de tweede plek voorbij. Magali Rochette is technisch hoogbegaafd, noem ik dat, zoals Mathieu van der Poel. Ik denk dat ze dat daar met een paplepel krijgen ingegoten. Maar Puk Pietersen zal misschien een beetje de macht verliezen op deze stukken van het parcours. Maar echt wegvallen zie ik ze niet doen vandaag. Nee, het zijn enkel de eerste 5 dames die de zandbak volledig doorgereden zijn. De anderen moesten afstappen. Zelfs de ervaren Sophie de Boer. En hier zie je Inge ook in het midden van het strand rijden. Ik heb daar straks enkele toetjes gedaan. En ja, uiteindelijk tegen enkele rensters, waar ook onder Sanne Kant gezegd van, je kan eigenlijk echt volledig tegen het water rijden. Dan ligt het pak harder. Maar dan moeten ze zo... Hop, en daar gaat Rochette tegen de grond. En ze houdt Kim van der Steenen op. Die moet daar een bocht maken. En ja, Rochette blijft toch wel behoorlijk lang liggen, vind ik. Hier Crampton. Dan hebben we de Française Delay. En... Ja. Ook nog onze landgenoot Jinsen Peters. En dan is het het gat heel groot. Hè. Dus, je moet het altijd dichtrijden. En Inge van der Heijden hebben we gisteren in Hasselt ook gezien. We gaan nog eens kijken naar Rochette. Ze zit in het wiel van Pietersen, volgt haar spoor. Ja, en vanaf dat je in dat spoor zit, dan kan je ook naar een ander spoor. Maar dan moet je echt wippen. En dan moet je je stuur opheffen en je voorwiel in een andere spoor plaatsen. Maar als je begint te sturen in het zand, dat gaat. Maar geen haakse bochten, want dan kom je ten val of te voet. En in deze geval ten val. En ze zien goed de voorsprong. Ze zien allemaal waar Inge van der Heijden rijdt. En ze moeten zich reppen.
Ja, en het is ver. Maar we hebben niet het verhaal helemaal mooi. Inge van der Weijden is een zeer goed renster. Maar ja, denk ik niet de capaciteiten hebben om hier een 40, 50 minuten lang helemaal alleen aan de leiding te rijden. Maar elke passage in het zand is een andere passage. En Sanne-Kant zit hier ook al meteen derde. En moet niet... Oh, Loesels. Ja, Loesels gaat daar liggen. Ja, en ook Kant staat daardoor te voet. Het is heel moeilijk voor allemaal. Hè. Ik zag ook Pietersen daar terug een stap achteruit zetten. Moeilijk stuk daar. Ja, het is net niet te zien wat er juist gebeurt. Maar we gaan het de volgende ronden beter in de gaten houden. Ja, en eigenlijk is het wel raar. In de opwarming zijn alle rensters hetzelfde. Want we moeten er niet proberen op te rijden. Je kan perfect... 5 à 10 meter even bollen in het zand naar boven en in een vloeiende beweging die fietsen en ik, of ernaast lopen in deze geval, doen. En we moeten die fout niet maken in de cross. En ze komen in de cross de eerste ronde en ze zijn alles vergeten wat ze eigenlijk 3-4 uur geleden gezegd hebben. Ja, en deze Inge van der Heijden weet niet wat achter haar rug gebeurd is. Maar zelfs is terug volop de jacht aan het leiden. De jacht met haar nicht Sanne Kant in het wiel. Ook met Laura Verdonschot, de verwachte namen toch. Kim van de Steenen, Sophie de Boer op haar De Boers. En Puk Pietersen is verdwenen. Ja. Daar komt ze pas heel in de verte met de oranje helm. Dat is Pietersen. Dus die heeft heel veel tijd verloren bij dat gesukkel in die zandbeklimming. Ja, Puk heeft daar enkele problemen gemaakt. Met eigenlijk een beetje ons af te stemmen op Loes. Was in de achtergrond Puk een van de slachtoffers van de trein die in één keer stopte. Ja, en als je dan zit te sukkelen, zij is echt wel technisch hoogbegaafd. Maar die power voor echt terug te komen in de zand, dat wordt een beetje moeilijker. En dat lopen heb ik niet echt gedacht van wat capaciteit dat ze daarin heeft. Maar ja, van de echte toppers voor dit gaatje te dichten, zal het toch wel van Loesels aan de kant en de rest moeten komen. Ja, wat overkomt me hier, denkt Inge van der Heijden. Er zit hier niemand in mijn spoor. Ik zag ze opwarmen daarnet in haar nationale driekleur. Ze is daar ook trots op. Ze mag met recht en reden trots zijn en daarin rondrijden op training. Iedereen mag zien dat zij de kampioene van Nederland is. Helaas, dit is een wedstrijd voor elite dames. En ja, ze is geen kampioene van Nederland bij de elite dames. Dat is Lucinda Brandt. Brandt, die hier vorig jaar won, maar er dit keer niet bij is. Ja, en als ze, zoals ze zien, van, ze moeten hier echt wel 200-300 meter lopen. En dan zie je daar de gele Kim van de Steenen aankomen. En dat is een van haar specialiteiten, hè, dat is lopen. Hè. Ze loopt in één keer 5-6 seconden rapper. Maar als ze dat elke ronde kan herhalen, dan gaan ze toch op hun hoede moeten zijn en mee moeten zijn. Omdat in de echte zandspecialisten is ze niet, maar het lopen wel. En ja, ook al kan je goed door het zand rijden, het lopen liegt niet. En dan denk ik toch wel dat Kim... Dat ze moeten volgen en dat zij misschien wel de forsing zal voeren voor het gaatje te dicht. Ja, het is een hemels mooi parcours hier aan het Zilvermeer. Perfect voor kampioenschappen te organiseren ook. Wat overigens al gebeurd is in het verleden natuurlijk. Maar deze Zilvermeer Cross, de Lampiris Zilvermeer Cross officieel, is eigenlijk nog maar, denk ik, aan de 5e editie toe. En nu komen ze na het zand. Is het eigenlijk een mooi stukje om te herstellen. En als je hier van plan bent om te zeggen, want ik ga vol gas naar dat zand proberen de forcing te voeren, dan kan je misschien wel eens bekopen van de tweede keer de zandpassage richting de materiaalpost toe en naast het strand. En dan moet je toch opletten. En daar in de oranje trui, wat zeggen we, de fluo vest, dat was Patrick Tuurlings, de begeleider van de kampioenen van Estland. En hier Inge van der Heijden aan het einde van haar eerste ronde. Ja, we gaan allicht naar 5 ronden gaan, maar dat gaan we straks wel te weten komen. Kim van der Steenen nu. Ja, en dat ziet ook Kim van der Steenen. Van, uiteindelijk moest ik in haar plaats zijn. En waarschijnlijk dan in de Biesel ook wel bouwen. Want gewoon niet op kop rijden. En ze pakt gewoon de twee toppers mee. En Loesels moet eigenlijk een beetje passen. Ja, ja, ze ziet af. Ze ziet af, Loesels. Hier Sophie de Boer, die lijkt nooit af te zien. En dan heb je Annick van Alphen en Lizzie Whitlocks. En Annick van Alphen heeft gisteren toch ook wel bevestigd dat zij een opkomend talent is bij de U23. En daar gaan we het laatst nog niet van gezien hebben, wat ik gisteren heb gezegd. Maar ze zal nog opschuiven en misschien wel Sophie de Boer te grazen nemen. Ja, en dan zagen we nog een viertal passeren met Suzanne Verhoeven, met Puk Pietersen, Joyce, Van der Beke en ja, nog iemand.
Nu heb je dan Laura Verdonschot met Kim van den Steenis aan de kant. En ik verwacht vandaag van Laura Verdonschot toch wel dat zij hier met ambitie gestart is voor dat podium te halen. Gisteren niet gereden. Voor alles op mol te zetten. Ook haar parcours hier. Heel gemotiveerd. Ze was deze morgen om 9:45 al de ronde aan het verkennen. Heel vroeg. Voor zo laat op de dag te starten. En dat van ambitie. En ze rijdt wel weg op het moment van Kim van den Steenis. Ja, en ze moest ook van niet ver komen natuurlijk. Hè. Zij is van Lommel. Ja, ze is echt wel gebrand op een goede zegen. En om Sanne Kant hier te kloppen, dan denk ik toch wel dat het dit jaar de moment is. Omdat Sanne is wel goed, maar ze kan geklopt worden dit jaar. En dan moet je daarvan profiteren. En dan zal het dit jaar hier moeten gebeuren. En Sanne heeft het gevaar gezien van Laura Verdonschot en gaat er meteen over. Dus je ziet aan Kim dat de bochtjes en zo ligt daar niet. Maar wanneer het op lopen aankomt, is er wel bij, maar dan moet ze nog wel een halve ronde wachten. Want nu zal het wachten zijn met lopen tot aan de steile helling en de tweede keer materiaalpost. En dan komt ze wel terug. We gaan zien wat er gebeurt in het zand straks met Kim van den Steenis. Die overigens vorig jaar hier tweede werd. Het zegt dat ze toch wel zeer goed overweg kan met deze omloop. Ik heb hier met vergelijking met vorig jaar en nu heb ik mij laten vertellen dat dit jaar het zand ligt sowieso zwaarder. Dat is zeker en vast. En de reden daarvoor is dat ze blijkbaar de pompen niet hadden opgezet van het Mol het Zilvermeer. En is het waterniveau hier toch wel met een meter tot anderhalve meter gezakt. En zo ligt het strand ook droger. Ja. Ze zien elkaar allemaal goed rijden. En ik heb toch de indruk dat Laura Verdonschot toch korter aan het komen is. En er toch meer snelheid op zit naast het strand. En ook beter is in het zand. Dus ik zie ze toch nog aansluiten tussen dit en enkele minuten. Ja, en wie daar ook in het veld staat is Dennis Sayed. Dennis. Ja, Verdonschot is intussen op 5 seconden genaderd van de leidster. En Sanne Kant die volgt op 1,5 seconde ongeveer van Verdonschot. Dus die aansluiting die lijkt er wel in te zitten. En Verdonschot die komt dichter en dichterbij. En dan krijgen we zo meteen een groepje met 3 van voor. Ja, en ik zag dat Sanne Kant een heel ander traject volgde dan Laura Verdonschot. Terwijl Kim van den Steenis daar afstapt. De boer op het gemakje. Ja, de echte zandtechniek voor door het zand te rijden heb ik ook in Kokzijde gemerkt. Dat Kim van den Steenis er niet bovenuit steekt. Zoals nog enkele echte technische passages. Maar ja, als ze over de kracht en over bergop en over lopen samenkomt, dan is ze wel de betere. Maar dat is op deze parcours denk ik niet echt van toepassing. Dan moeten we toch wel de zandspecialist zijn om hier vooraan mee te strijden voor de overwinning. En dan denk ik dat nu de top 3 er niet om ligt wie hij hier op kop rijdt. Ja. Maar nog altijd is dat Inge van der Heijden, de jonge ploegmate van Marianne Vos. Moeilijk stukje hier, hè. Het ziet er allemaal maar gewoon uit. Ja, in opwarming reed geen ene dame erop. En nu wel. Dus dat wil zeggen dat het parcours toch ook wel op deze stukken beter ligt. En in het zand dan misschien weer wat minder. Maar in opwarming reed de dames er niet op. En nu wel. Dus dat is altijd leuk om te zien dat ze toch wel... En ook goed voor de moraal voor de meisjes. Dat ze er nu wel op geraken en tijdens de opwarming niet. Ja. En ook ze zien... Dat is hier het stukje waar ze allemaal op sukkel waren daarnet. En ik denk nu wel dat Laura Verdonschot nu met de afdaling een klein stukje zand. Waarschijnlijk aan de rechtse kant dat toch wel duidelijk beter ligt dan links. Ja, en zelfs bleef daar weer steken. Hoe doen ze dat? Merkwaardig. Ja, als je in zand u niet echt goed in uw vel voelt of een beetje in het rood aan het gaan zijn en niet herstelt van uw inspanningen, dan is de concentratieverlies toch wel een beetje lager en dan ga je fouten maken. Maar als dat in het begin van de wedstrijd is, dan wordt het een lange dag. Intussen is Van den Steenis ook bijgehaald door Sels. Dus Kim van den Steenis verachterd. Of Sels heeft daar tweede adem gevonden. Maar intussen nog altijd dus Inge van der Heijden aan de leiding. Met nog altijd wel een goede indruk. Omdat Inge van der Heijden is toch ook wel een beetje een kenmerk van als ze tegen een muur aanloopt, dat ze een beetje rood uitslaagt. En dat is nu vandaag niet zichtbaar. Terwijl het toch ook wel 12, 13 graden is buiten. Ja. Wat ook wel best warm is. En dan denk ik toch wel dat Inge van der Heijden toch niet zomaar gaat wegzakken. Ja, een meisje van 19 nog maar. En deze zandpassage ook. Met het inkomen van deze zandpassage moet je pakken dat je toch wel in één keer 30, 40 centimeter in één keer lager zit voor in dat zand te duiken. En als je dan even de controle verliest, dan wordt het een hele zware passage.
Maar deze is niet onderschatten met de loopstrook dat er nu aankomt. Zit je al in de verzuring. Laura Verdonschot gaat in de wisselzone en steekt zo 10 meter af. En zo gaat ze toch wel mooi naar de leiding. Ja, is dat om die reden of is het echt om een nieuwe fiets te nemen? Het is ook om een nieuwe fiets te nemen als je hier 1 of zelfs 2 toeren. Maar ik veronderstel als ze alle toeren gaan wisselen dat het best is voor het materiaal. Omdat het is echt heel, heel fijn zand. En dat kruipt tussen de ketting, de versnelling blijft wat aperen. En dat kraakt en de remschijven nu. Dat krast een hele tijd. En dan is het toch ook wel verstandig van elke ronde te wisselen. En je verliest er ook niks mee. Integendeel dus. En dit zou de zone moeten zijn van Kim van der Steenen. Het lange loopstuk. En daar komt ze. Daar komt ze. Ja, dus ze is terug op en over zelfs gegaan. Voilà. Het is niet te geloven. En ze gaat niet het gat hier dichten. Dus dan denk ik dat ze op deze 3 misschien wel verloren is. Maar laat het hier wel bij deze 3 met Sophie de Boer net niet aan te sluiten. Maar dit is wel het stuk van Kim. Maar als ze hier niet kan terugkomen, dan denk ik dat de rest van de omloop zeker niet gemaakt is voor Kim voor terug te komen op die 3. En Laura Verdonschot het zeker niet zal liggen. Als enigste ook niet gereden van deze 3 gisteren. En dat ze er hier wel van kan profiteren. En ze mag het niet laten liggen voor eens een keer een rondje te testen. Om te zien van wat wel of niet kan met deze 2 in het wiel. Hier is Van der Steenen. Het gat is toch nog behoorlijk groot. En Celsius dichtbij. Hier is het ook wel gevaarlijk om af te stappen. Omdat ze zijn allemaal rechtshandig met de fiets. Links afstappen. Is het een beetje tegen de hand en de betonnen klinkers liggen allemaal een beetje laag gezand. En als ze dat dan tegen volle snelheid afkomt, ongecontroleerd, dan kan het best wel gevaarlijk zijn. Dus je moet je snelheid toch iets harder minderen dan dat nodig is om niet onderuit te schuiven. Ze oogt goed, Laura Verdonschot, met vrij veel vertrouwen rijdt ze daar rond. En ze dwingt daar Inge van der Heijden terug de kop op. En je ziet ook op het gezicht van Laura Verdonschot dat ze eigenlijk op haar gemak is misschien een groot woord. Maar ze heeft overschot. Hè. De laatste weken zeker in goede doen. Goede uitslagen gereden van Laura. Voor zeker deze periode van het seizoen. In de opwarming ook heel, heel snel aan het rondrijden. Dat zelfs enkele meisjes zeggen van hoe snel rijdt hij rond. En het ligt niet bij de wedstrijd. Dus altijd wel leuk. Om te zien en misschien ook wel leuk als ze misschien hier het hoogste podium kan halen. Einde van de tweede ronde voor Kim van der Steenen. Die volgt op 15 seconden, maar het is minder. Twee ronden gedaan. We gaan 5 ronden rijden in totaal. Dus we gaan niet veel boven de 40 minuten gaan. Hier Magali Rochet met Joyce van der Beken. Rochet terug een beetje onder stoom aan het komen na haar valpartij in de zandbak. De Canadese en de Pan-Amerikaanse kampioenen. En wat mij ook opvalt is dat Puk Pieters toch wel niet hier zit. Waar dat ook geen ramp is. Dat meisje is heel, heel jong en zal enkele uitschieters hebben. Maar misschien dat toch wel de kracht op dit parcours een beetje tekort schiet voor Puk Pieters. Ze komt er nu aan de streep, Puk Pieters. In het gezelschap van Lizzie Whitlock zonder meer en met Suzanne Verhoeven zit daar ook en Annick van Alphen. Waar dat zeker niet slecht is, omdat dat zijn meisjes die gisteren top 10 hebben gereden. En als je eenmaal in één keer aan die top staat, en dan verwachten ze allemaal elke week opnieuw. Maar op die leeftijd is dat bijna onmogelijk. Ja, 16 jaar. Het is eigenlijk een wonder dat hij hier rondrijdt. Ja, als je die vergelijkt met het Belgisch niveau, is er nog veel werk aan de winkel in België. Wat dat zeker geen schande is. Maar het verschil in Nederland en België is toch wel heel groot. En daar moeten we vol aan werken. En zeker de ambitie niet verliezen om binnen 2, 3, 4 jaar ook zo ver te staan in België. Ja. In alle bescheidenheid mag jij zeggen dat jij daar toch redelijk aan meewerkt. Met een, je hebt ook een damesploeg met... Je mag het mij niet kwalijk nemen. De meisjes met iets minder talent die daarin rondrijden. Ja, tuurlijk. In België hebben zij wel het talent, maar niet internationaal gezien. En daar moeten we ook niet om liegen. En de meisjes weten dat zelf ook wel. En je kan ook geen wonderen verwachten. En je kan niet van vandaag op morgen in één keer een topploeg in België hebben. Maar je moet dat wel de kans geven. Dit vind ik een heerlijk mooi stuk, hè? Ja, en Laura is echt wel... Eigenlijk zie je nu aan Laura dat zij wel echt sterk is om dat... Normaal is Laura van de souplesse. Dus even kijken hoe Van der Steenen dat daar doet.
Want ja, daar zag ik ze vorige ronde afstappen. En nu komt ze er helemaal goed door, Van der Steenen. Dat, ja, is goed. Dat en is goed. En de snelheid wel beduidend trager dan Slavel in Onschot. Maar wat mij opvalt is toch wel bij Laura dat ze toch wel een heel grote zet houdt tegenover andere crossen. Dennis? Nou, Verdonschot die komt daar heel goed uit die zandstroken en heeft nog altijd een klein kloofje op haar twee achtervolgers. Op zijn kant onder andere heel sterk hoe ze daardoor is gekomen. Geeft een ontzettend goede indruk. Ja, maar Kant is er nu weer bij. Kant is aan het fietsen. Was aan het fietsen. Terwijl Verdonschot veel vroeger moest afstappen. Ze blijven terug bij elkaar, maar Verdonschot probeert opnieuw te versnellen. Probeert opnieuw weg te rijden van Sanne Kant en Inge van der Heijden. Ze zet de wereldkampioenen onder druk. Ja, en op dit parcours kan je eigenlijk wel, ja, of is het beste van gewoon je eigen lijnen te kiezen en op kop te rijden. Het technisch gedeelte dat er nu aankomt, de steile Zandberg. Als je een foutje maakt, moet de rest ook afstappen. Dus is het hier toch wel aangeraden inderdaad van op de kop te rijden. En als dan bijvoorbeeld Sanne Kant een foutje maakt en Laura niet, dan is ze vertrokken, denk ik. Ja, en ik denk dat Sanne Kant daar niet blij om zal zijn mocht ze hier niet winnen. Maar alles kan natuurlijk. Goh, ik denk dat nu, en het is nog heel vroeg in de wedstrijd en wij kunnen er totaal niet over oordelen. Maar Sanne zal nu wel voelen wat ze voelt. Ze is ook wel bergop een beetje minder technisch nu op dit gedeelte. Terwijl Laura hier 5 meter pakt. En die meisjes weten nu al van, oei, die is beter dan ik. En dat voelen die meisjes nu al zeker en vast. Dennis? Ik sta hier bij Angelo de Klerk van Marlux. Ja, Laura Verdonschot geeft een hele goede indruk. Zit natuurlijk ook fris. Gisteren niet gereden, maar toch, het zand lijkt daar enorm goed te liggen. Ja, dat klopt. Het is een toertje dat Laura heel goed ligt. En dat bewijst ze nu ook. Ik denk dat ze voorlopig op dit moment wel de beste is, zeker in het zand. Dus ze zet nu ook toch wel wat druk op Sanne. Dus het ziet er goed uit voor het moment, ja. En dan is het een voordeel natuurlijk. Het is een beetje een open deur intrappen, maar dan is het een voordeel dat ze gisteren heeft kunnen rusten. Ja, uiteraard. Hè. Zeker Laura is nog jong, dus ze hoeft ook niet altijd 2 keer te rijden. Dus dat kan wel een voordeel zijn, zeker de laatste 2 ronden. Dus hopelijk lukt het vandaag. Dankjewel. Ze is nog jong, inderdaad. Ze is nog maar 21. Ja, maar niet lang meer, hè. Nee, en als je ziet, ze heeft misschien een mindere periode gehad en wat ups en downs. Maar ze verwachten altijd wel heel veel van Laura Verdonschot, terwijl ze toch wel al heel lang op een jonge leeftijd aan de top staan. Maar het nadeel is dat je op jonge leeftijd in één keer aan die top verschijnt, dan verwachten de mensen dat je er alle jaren terug opnieuw staat. En dat is echt niet gemakkelijk op die jonge leeftijd. Dus als je ziet de leeftijd waar ze nu is en waar ze nu hangt, dan kan ze zo'n 15 jaar rondrijden. Ja, bij de eerste uitgave van deze wedstrijd in 2014, toen was zij dus nog maar 17 jaar en toen was ze al 5e. Ja, en een jaar later reed ze dan voor mijn ploeg. Heb ik ze 2 jaar in de ploeg gehad en dan was het gewoon een mentale kwestie. Maar toen zag je ook wel dat ze het heel ver kan brengen. En ik denk zelfs dat ze nog maar 80% van haar kunnen zitten in het hele seizoen. En ik denk dat ze tussen dit en 10 jaar, laat ons zeggen, als een grove uitspraak, misschien wel wereldkampioen kan worden. Dus ze mag het zeker niet opgeven en het zit zeker in haar. Alleen ze moet erin geloven. Ja, herinner u ook nog het kampioenschap van België? Was het in Oostende, waar ze 2 seizoenen geleden als belofte bijna Sanne Kant versloeg? Terwijl dat daar Sanne ook wel heel, heel goed was. En iedereen verschoot ervan. En toen zat er ook wel een Tom de Kort achter. Tom de Kort, de trainer van haar. Maar hij is niet meer de trainer van Verdonschot, hè? Nee, ondertussen is dat, denk ik, Chris Wouters. Wat dat toch wel een beetje een raar verhaal is, maar ja, dat is hun zaak. Maar zij moet gewoon doen wat zij zich goed bij voelt. En dat is duidelijk wel dik in orde. Ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan iemand van aan bepaalde supporters. Dat de trainer, de coach, de ploegleider van Tillinet Fidea, dat die Laura Verdonschot van Marlux traint. En zoals ze zien nu, Sophie de Boer toch nog net al hetzelfde beeld als vooraf. Op 10 meter hangt van deze 2 keer van de Stenen Roussel. Ze zijn er niet bij geraakt, maar ze lost ook niet. Dus uiteindelijk van de laatste week is Sophie de Boer toch niet echt in goede doen. Dat ze hier vandaag toch wel een beetje naar haar wagonnetje kan aanpikken. Ja, en het aangezicht van Kim van de Stenen was langzaamaan rood aan het aanlopen. Ja, ze loopt er ook zelfs niet meer af. En als Kim van der Steenen zelf ook al weten dat ze een goede renster is, Loes er niet kan aflopen, terwijl Loes ook een heel goede loopster is, dan weet hij dat je niet echt dan een goed gevoel in de crossbase, terwijl ze ook wel een mooie positie hangt.
Maar dat je toch niet die topdag beleeft van een maand geleden. Dan moet je gewoon vrede mee nemen, omdat Mol ligt niet in het zand. Ja, en er zijn er dan die van ver komen. U zag daar een Française die gedubbeld werd. En we zijn nog maar half koers. Ja, en deze drie had ik ook wel voor de cross een beetje verwacht. Maar ik had hier toch wel Loesels ook bij verwacht. En daaraan is het toch te zien dat ze gisteren met Hasselt in de benen toch wel het een beetje moeilijk heeft om bij deze drie te zijn. Maar als je ziet met Inge van der Rijden op jonge leeftijd en met gisteren ook gecrossed hebben, dat ze toch wel een heel goede stel heeft. En dat de basis toch wel dik in orde is van hier toch wel zelfs een knappere prestatie neer te zetten dan gisteren. En Dennis? Ja, de kloof tussen de drie leiders en de eerste achtervolgers wordt groter en groter. En ik hoorde jullie daarnet ook even over Sophie de Boer praten. Wilde ik toch even zeggen, zij is als enige nog niet van fiets gewisseld. Iedereen doet dat elke ronde, een nieuwe fiets pakken om die meteen te laten afspuiten. Wel, Sophie de Boer die loopt altijd gewoon door en rijdt nog altijd op dezelfde fiets gewoon. Ja, misschien... ze zal toch wel reservemateriaal bij hebben. Ja, ik denk dat Sophie hier ook wel drie fietsen bij heeft. Want ik heb het vanmorgen gezien. En als zij het niet nodig vindt en het materiaal werkt allemaal perfect, dan moet je ook niet wisselen. Maar misschien voor materiaalproblemen te vermijden is het misschien wel verstandig. Maar een renner moet doen waar hij zich goed bij voelt. En als er geen kilo modder aan de fiets hangt, dan is het misschien niet echt nodig. Maar als een renner niet vindt dat ze moet wisselen, moeten ze ook niet wisselen. Hè. Daar hebben we totaal geen vat op, maar het verstandig is toch wel voor het materiaal een beetje te sparen. Om van fiets te wisselen. Maar niet elke renner kan ermee leven dat je een hele ronde lang met een krassend geluid van remschijven en ketting rondrijdt. Maar als je er niks van aantrekt, dan moet je ook niet wisselen. Ja, het is vooral slecht voor het hoofd, hè, zoiets. Ja, nu met die remschijven zeker en vast. Vroeger met die cantilever had je niet het geval. Maar dat staat allemaal zo close. Ook al krast dat, houdt echt niet tegen. Maar als je in je hoofd zegt van ik rij hier 1 per uur klaar mee, dan is het ook wel zo. Ja. Ja, Inge van der Rijden moeten ze toch wel kwijtspelen, want ze heeft ook een beetje haar wegprogramma mee. En rijdt er niet meer naar de laatste rechte lijn, want ik zal niet zeggen dat ze de rapste sprinter is, maar ze zal zeker tegen doen. Ja, en het is een behoorlijk lange aankomstlijn, dus in de spurt is alles mogelijk natuurlijk, maar zover zijn we nog niet. Nog 2 ronden, iets minder te gaan voor deze 3 dames. Verdonschot, Kant en Inge van der Rijden. Van der Rijden ook de zilveren medaille, winnares, oelala, hier een val van de Britse Laura Greenhawk. Het is moeilijk voor iedereen. En hoe is ze gevallen? Ja, dit is het punt dus waar, nu zien we goed in beeld, dit is hier het punt waar we in die eerste ronde Sels zagen zich vaststrijden. Ook Puk Pietersen reed zich daar vast. Ja, ze zat dan ook nog eens vast in de klikpedaal. Omdat je daar vlak voor een beetje bergop moet lopen in het zand. En dan kom je vast. Ze komen dichter. Sels en Van der Steenen. Ja, en Sanne Kant al wetende. Als ze echt met de cross bezig is, zoals de oude Sanne Kant. Als zij achterom kijkt en ze ziet ze komen, dan denk ik niet dat ze gaat twijfelen. Ja, ze is daar al aan het versnellen. Ja, en terecht. Inge moet 10 meter laten. En Laura Verdonschot zie ik niet meteen lossen, tenzij dat ze een foutje maakt. Maar Sanne moet gewoon nu op het moment niet twijfelen en ze maakt een fout. Kijk eens hier, kijk eens daar. Ik zeg het nog met 2 woorden, ik had beter gezwegen. Ja. Maar Loes is... Ze kan tempo rijden, maar je ziet dat er geen force op zit. Dus ze legt niet aan voor het zand te rijden. En Sanne Kant is vertrokken. Ja, ze gaat Verdonschot niet de kans geven om terug te komen. Enfin, dat zal ze proberen doen. Verdonschot zal wel alles geven. Moet misschien ook een beetje recupereren van die stilstand in het zand. Ja, zoals ik een ronde daarvoor ook heb gezegd. Van, de Laura is het echt wel. En dat moet ze echt wel leren. Gewoon een mentale kwestie. Omdat ze kan het wel. Maar nu even een klein foutje. Dan begint dat te vloeken op haar eigen. En dat mag je echt niet doen in deze wedstrijd. En Inge van der Rijden zie ik eerlijk gezegd niet het gaatje dichten op zijn kant. En met Subiet nog 1 of 2 ronden te rijden, dan denk ik dat Sanne Kant misschien vertrokken is, maar Laura moet... Laura is de enige dat eventueel kan dichtrijden. Ze is zeker, aan het terugkomen. Ook omdat Sanne Kant in dat vorige beklimmingje moest afstappen, terwijl Verdonschot daar bleef fietsen. Ook dat scheelt weer 2 seconden. Ja, en het gaat echt wel vlot bij Laura Verdonschot. En hier
vlak voor je deze beklimming neemt, is dat toch wel, en je ziet het niet echt goed, waar dan daarnet die Engelse over kop is gegaan. Dat gaat eigenlijk beduidend in een wasbordtoestand even naar beneden. En dat brengt u een beetje uit het evenwicht voor Lieberg aan te vatten. Maar zoals dat Laura Verdonsen daar juist door het zand reed, is zij misschien wel de betere in het zand. En de goede indruk, maar het is een beetje een kantelmoment in de wedstrijd op dit moment. Ja. Maar Verdonschot is aan het jagen. En Sanne Kant, ze rijdt op kop in de wedstrijd. Dat zal haar ook goed doen, want de afgelopen wedstrijden is dat nog niet zo dikwijls gebeurd. En daarnet even in beeld haar neef, die zich aanmoedigt, die ook al jarenlang meegaat. En dat zijn toch wel de mensen die, waar je kunt terugvallen als, als Laura Verdonschot zijnde. En dat is altijd wel leuk om te zien, omdat die familie echt wel als een hechte band aan elkaar hangt. En we kunnen er door dik en dun steunen. En dat is toch wel de redding van Laura in dit sportief gebeuren. Ja. Naar Sels, die eigenlijk nog nooit echt top geweest is hier in Mol. Ik heb eens gekeken. Vijfde plaats, een vierde plaats, nog eens een vierde, een derde. Dat zijn de uitslagen hier. Ja, en als je ziet, Alex aan de kant, daar gaat toch wel wat fors aan uit. Maar Laura rijdt zeker niet lager. Dat zand misschien een tandje te groot. Maar nu moet je vol duwen. Ja, ze staat weer stil. Ze staat weer stil, Verdonschot. En dat kost weer wat tijd. Ja, zoals ik zei, als je een tandje te groot klapt, dat is goed. Maar als je een foutje maakt, dan moet je herpakken. En schakelen in het zand gaan niet meer. En, nee, dan is het te laat natuurlijk. En dan moet je met dat zware verzet proberen te vertrekken. Ja, en dan blazen die benen zo op, maar dan komt er nog wel een loopstrook aan van 200 meter. Ja, hier gaan we het nog eens zien gebeuren bij Verdonschot. Ja. En dan sta je helemaal vast. En Dennis? En Sanne Kant heeft nu een voorsprong van een 5 à 6 seconden op Van der Heijden en Verdonschot. Die zandstrook die ligt haar goed. Zij is daar straks ook al voor de wedstrijd. 5 à 6 seconden, dat is toch geen grote kloof natuurlijk. Maar ze is goed op weg naar haar mogelijke vierde zege van het seizoen. Ja, we gaan nog niet te rap spreken, maar ze is goed bezig, Sanne Kant. Het is goed voor het moreel, alleszins. Ja, en Sanne Kant staat toch ook wel een beetje bekend. En ik vond gisteren ook in Hasselt te zien, die laatste ronde kan ze toch wel echt wel aan een heel hoog niveau afwerken. En dat deed Betsema ook, die had er nu niet bij is. En dan denk ik toch wel dat 5-6 seconden, dat er misschien uitgebouwd kan worden naar 10 seconden. Maar dan hangt dat nog altijd van die zandpassage af dat elke ronde anders ligt. En dan mag je nog een zandspecialist liggen. Het spoor ligt elke ronde anders en dat is toch wel altijd afwachten. Maar het voordeel is nog altijd bij Sanne Kant. En met de laatste ronde in het verschiet is dat toch wel een sterke punt. Maar je ziet aan Laura de gedrevenheid dat ze zeker niet gewonnen heeft. Ja, Adrie van der Poel stond daar ook aan de kant. En Kant die kan ook erg goed op tactisch vlak een laatste ronde rijden. Als de beste, hè. Ja, en nu is het toch wel voor Sanne alles of niks. Want in deze positie van de wedstrijd, andere jaren is ze dat eigenlijk gewoon van in deze positie te rijden. Maar dit jaar moet ze daarvan profiteren. En zal ze zeker niet wachten. En nu is het alles of niks. En als ze nu wordt bijgehaald, dan vrees ik dat het eerder een mentale kwestie gaat worden. Maar ik zie niet direct op de weg dat Laura Verdonschot hier het gaatje gaat dichten voor Inge. En dan wordt het een beetje afwachten en Sanne moet naar niks kijken. Nee. Ja, nu is toch Inge van der Heijden die overneemt. Dank u wel, zegt Verdonschot. Benieuwd of ze dichter kunnen komen of niet. Het is echt een mooie strijd nu. Ja, vrouw tegen vrouw. En het moet nu gebeuren. Nog 1 ronde te gaan, nog 8 minuten koers. En we weten het. Ja, 4-5 seconden, dat is eigenlijk nog helemaal niet gespeeld voor Sanne Kant. Sels die gaat het podium niet meer halen. Normaal gezien komt nu op 15 seconden over de streep. En in de verte Kim van de Steenen in vijfde positie. En bij Kant gaat het nog allemaal goed. Ik denk ook wel dat Inge van der Heijden een beetje in haar achterhoofd. Misschien hopen op die tweede plek, maar toch zeker voor die derde plek. Omdat Inge pakt gewoon over om zeker te zijn, want ze weet ook wie Alain Sels is. En daar een beetje gaan te wachten voor over te pakken. Inge weet ook dat ze hier op een podium kan staan tussen twee toppers. Ja, dan moet je gewoon niet gaan twijfelen, maar Sanne is wel aan het verliezen op dit moment. Het gat wordt kleiner en kleiner. De vraag is natuurlijk, als Verdonschot terugkomt,
Wat heeft dat gekost aan energie? Tot wat is ze dan nog in staat? Ja, en Sanne geeft mij nu toch een beetje een gelaten indruk, eerlijk gezegd. En dan moet de zandpassage naar de tweede keer of de eerste keer materiaalpostel nog aankomen. En daar heeft toch de voorbije rondes Laura de betere indruk gegeven. Dus de zandpassage dat nu gaat komen, is erop en erover of in het wiel. Maar ja, ik denk toch dat ze nu met Lia bij elkaar zijn. En dat de zandpassage dat nu gaat komen, misschien al wel voor de beslissing kan zorgen. Wat is het toch alweer een mooie strijd bij de vrouwen. En Verdonschot gaat terug naar de leiding. Koos daar het andere traject en maakte misschien een iets kortere passage dan Sanne Kant. En ze doet haar werk. Ze, ja, het is het bluff of is het... Ja, waarom doet ze dat nu? Ja, ze weet dat ze de eerste twee ronden daar 10, 15 meter op Sanne pakten. En de mens vergeet dat niet. En als ze dat ook al lukt, dat niet. Maar als het nu wel lukt en 10 meter, dat is genoeg tot aan de aankomst. En, en mislukt het, dan staat ze stil, maar dan staan de anderen ook stil achter haar natuurlijk. Ja, dan moet de rest ook remmen. Maar de zandpassage dat nu komt, is Laura al de afgelopen ronde gewoon veel beter geweest dan de rest. En dan moet je het gewoon hier proberen. Ja, het is met grote motivatie, maar Kant die gaat mooi mee, probeert het spoor van Verdonschot mee te volgen. En ze zijn elkaar waard, hoor. Kant is alles aan het geven. Nu spurten om nu langs die waterlijn in dat wiel van Verdonschot te geraken. Even proberen te profiteren van de slipstream. En het lukt haar, maar nu moet ze even recupereren. Nee, ze gaat door. Dat is gewoon bluffpoker wat ze doet. Kijk, kijk, kijk. Wat een strijd is dit hier tussen Verdonschot en Sanne Kant. Het is strijd op leven en dood bijna. Ja, want technisch gedeelte na deze zandstrook. En ja, dan heb je nog een links- en rechtse kant. En Laura Verdonschot pakt dezelfde kant. Dus als ze fouten afstappen, dan moet ze altijd vorder. Maar het technisch gedeelte dat er nu aankomt, dan moet je op kop zitten. En ook naar de tweede keer materiaalpost in de zandstrook. Daar kan het verschil gemaakt worden waar Klaas en Tornhout de Belgische titel heeft gepakt. En daar gebeurt het, want in de spurt zal het hier niet gebeuren op dit moment. Ja, en die Inge van der Rijden, die gaat ook nog altijd mee, hoor. Ja, en in derde positie gaat Inge misschien kans maken voor de tweede, derde. Maar voor de overwinning kan het nog altijd. Maar de laatste zandstrook na deze technische passage en de steile zandberg heb je nog één klein rechtstuk. En daar zal, denk ik, in grote lijn het podium worden vastgelegd. Alhoewel dat nog ver van kant is. Maar letterlijk en figuurlijk van kant. Maar de laatste rechte stuk voor de zandstrook, daar moet je gewoon op kop zitten om het verschil te maken. En hier moest Kant de vorige ronde afstappen. Dat gaat ze nu niet doen. En dan gaat het niet heel, heel vlot. Wat dat toch wel indrukwekkend is. Hè. Bij de dames onderschatten het allemaal. Maar de mensen die hier morgen misschien of volgend weekend komen fietsen, proberen maar eens op te fietsen. Het is niet zo vanzelfsprekend. Mooie sport. En nu gaat het komen. Hè. Als je een beetje à la de Klerks wilt aanpakken, kan je een beetje iemand een beetje flikken, zoals dit. Maar dat is niet expres natuurlijk, maar je zit, als je op kop bent in deze stukken, zit je altijd in je voordeel. Ook al maak je fout, dat is geen paniek. Maar als je tweede zit en maakt een fout en je ziet de eerste wegrijden, dan is het wel paniek. Dus nu is het volledige recuperatie voor het laatste zandstuk naar de materiaalpost gewoon vol te gaan. En ik denk dat dan Laura Verdonschot haar doel is. Maar dan denk ik dat in het loopwerk toch wel Sanne er iets beter gaat uitkomen. En hier Loesels. Zij is de vierde in wedstrijd op dit ogenblik. Niet oneindig ver achter het koptrio, maar te ver om nog iets te kunnen betekenen in deze wedstrijd. En uiteindelijk ook niet echt ver weggezakt. Dus ik veronderstel dat zij de eerste twee ronden een beetje moeilijk had met gisteren de wedstrijd te rijden en er waren aan het doorkomen. En dat ze nu wel het goede gevoel te pakken heeft, maar dat het te laat is. En ze zijn allebei aan het afzien, Verdonschot en Kant. Kant probeert er voorbij te gaan. Dat lukt hier niet. Dan zal ze het een beetje verder proberen. Ja, en dan heb je nog altijd de loopstrook en gaan ze wisselen. Ik denk dat als je zegt van voorbij te steken, dan moet je wisselen. Dan ga je in één keer iemand voorbij. Maar lopen is Sanne toch wel de betere van het drie. En dat zal ze zelf ook wel weten. Ja. Sanne Kant hier vroeger afstapte, maar dat is helemaal geen nadeel. Want het was echt wel afzien om recht te blijven op de fiets, wat Verdonschot deed. En dan nu gaan we zien of we fiets wisselen, omdat dat gewoon 10 meter korter is. Ja, ja, ja. Ze doen het alle drie. En nu gaat Sanne vol lopen. Hè. Sanne is gewoon de betere loopster. En dat gaat misschien wel het nadeel zijn van Laura. Sanne moet nog wel wisselen.
Dus dan gaan die meters dat ze nu pakken toch wel verloren zijn terug. Maar dat gaat heel, heel vlot. En als Laura Verdonschot aanpikt, dan is ze een heel goede doen. Want normaal gezien is Sanne toch wel de betere loper. En 5 meter is toch wel voldoende, denk ik. Ja. We gaan zien wat het geeft. Lang loopstuk hier voor Sanne Kant. Maar Verdonschot die gaat goed mee. Dan is het zal van details gaan afhangen. Geraken ze vlot in die klikpedalen, ja of nee? Het kan overal beslist worden, die wedstrijd. Ja, geen probleem voor allebei. Verdonschot in het wiel van Kant. Ja, ze lost niet echt. Maar Laura Verdonschot zit nu echt dat blok, maar Sanne ook. Maar in de spurt, als we dan de laatste jaren gaan bekijken, dan denk ik dat Laura Verdonschot geen schijn van kans maakt. Maar als je ziet, Sanne Kant is normaal toch wel echt de betere loopster van Laura. En Laura staat wel bekend dat ze niet goed kan lopen. Maar dat heeft toch wel het tegendeel bewezen vandaag. Ja. Nu zijn ze allebei aan het nadenken van waar kunnen we dit hier, waar kunnen we het verschil maken? Kan ik haar de baas in de spurt, denkt Sanne Kant. Ik denk dat Sanne Kant wel sneller moet zijn dan Verdonschot. In principe wel, en dat ze een tand groter kan schakelen. En de spurt is eigenlijk nu al begonnen. Hè. Omdat als je zo beet in de laatste rechte lijn komt, dan moet je gewoon gas geven. En Laura moet nu al 5 meter laten. Ze vecht lekker als een beest en ze verdient de overwinning. Maar ik vrees dat Sanne Kant iets sterker voor de dag zal komen in de eindspurt. Ja, wie hier ook wint, die zal het verdiend hebben. Want het is een mooie strijd als ze hier allebei geleverd hebben. Het is ja, echt knap. En op de tanden zijn ze aan het bijten. En Verdonschot die bijt zich vast in dat wiel van Kant. Ze heeft het voordeel dat ze uit het wiel van Kant kan komen. Laatste rechte lijn gaan ze nu in. En Verdonschot die probeert dat wiel te houden. Maar Sanne Kant die is wel heel sterk. Sanne Kant is sterk. Verdonschot is aan het afzien. Want die versnelling van Kant is te groot, te zwaar voor Verdonschot. Het is Sanne Kant die hier de Zilvermeer Cross 1 Mol wint. Oef, zegt ze. Tweede plaats voor Laura Verdonschot. Ze heeft strijd geleverd, maar het is haar niet gelukt. Maar knap hoor, eveneens knap wat die jonge Inge van der Heijden hier gepresteerd heeft. Derde plaats. De eerste helft van de wedstrijd heeft zij gekleurd. Ja, en toch ook wel een hele mooie prestatie inderdaad. Omdat ze is niet weggevallen. Hè. Ze pakt de eerste ronde van haar rekening. En meestal valt zo iemand gewoon volledig weg. En dat is hier niet het geval. Dus een heel mooie prestatie na de dubbel. Vierde plek voor Loesels. En vijfde zal Kim van den Steenen worden. Vorig jaar nog tweede achter Lucinda Brand. Nu een vijfde plek. Voor Sanne Kant is het een tweede overwinning in haar carrière in Mol. Ik zeg het net al, het is nog maar de vijfde editie. We hadden hier overwinningen van Sabrina Stoetjens. Dat was de eerste die hier won. Dan Jolien Verschuren heeft er ook eens gewonnen. Dan Sanne Kant en vorig jaar dus Brand. Hier zesde plek voor Sophie de Boer. Met toch wel tevredenheid. Sophie de Boer die slechte periode gekend heeft, maar langzaamaan boven water aan het komen is. Toch wel een kleine opsteker voor Sophie de Boer. Ook al is het deelnemersveld een beetje minder. Maar als je op deze wedstrijd die top 10 niet te pakken krijgt, dan wordt het alleen maar erger. Dus toch wel goed dat ze die top 10 behaalt, denk ik. Ja, en haar mama stond daarop te wachten. Joyce van der Beeken, zevende. Gisteren ook al top 10. Wist me te vertellen vlak voor de start dat ze eigenlijk niet in goede doen is en oververmoeid is. Dus uiteindelijk mooi. En Dennis? Ik sta bij Loes zelfs. Loes, je ziet er redelijk afgepeigerd uit. Het was stevig, veronderstel ik. Ja, het was een beetje zoeken naar het ritme vandaag. Ik raakte er niet goed in. Ik was eigenlijk te start met iets te platte tuben, denk ik. Ja, en ik raakte niet in mijn ritme. In het laatste kwam ik er wel door, maar ik heb mijn eigen misschien in het begin een beetje druk gemaakt en alles en nog wat. Maar ja, ze... Zijn dat de gevolgen van het feit dat je gisteren gereden hebt? Nee, ik denk het niet. Maar het is gewoon, Inge van der Heijden reed direct weg. En gisteren was dat ook zo het geval bij Ellen. Dus ik wist dat dat niet mocht gebeuren. En dan maakte ik zelf veel stomme fouten. En ik had natuurlijk altijd zelf in de hand. Maar ja, dat is cross natuurlijk. Hè. Als die start niet zo lastig was geweest en dat begin niet zo moeilijk was geweest, denk je dat je dan mee had kunnen gaan met de drie leiders vandaag? Ja, ik denk dat ik qua tijd de hele tijd hetzelfde bleef en op het moment zelfs dichter kwam. Dus daar zat niet aan liggen, maar ja, ik was niet mee. Dus het is gewoon en spijtig. Is het nu een teleurstellend weekend voor jou, achteraf gezien? Ja, zeker en vast. Ik verlang ook altijd heel veel van mijn eigen. Dus als je dan twee keer naar het podium valt en niet echt kunt meedoen om te winnen, dan is dat wel teleurstellend. Ja. Dankjewel.
Sophie de Boer, die gaan we er meteen eens bij nemen. Sophie, zeg het zelf eens. Wat vond jij van je wedstrijd vandaag? Ja, is moeilijk te zeggen. Ik ben wel tevreden. Ik voelde me niet heel goed. Ik moet het gewoon per weekend bekijken, beter worden. Ik ben weer een beetje aan het trainen. Ik heb training nodig, ik heb wedstrijden nodig om weer beter te worden. Mijn doel is nu het Nederlands kampioenschap, nog zo'n 7 weken. Dus ik probeer ieder weekend gewoon alles eruit te halen. Want het is geen evident seizoen voor jou voorlopig. Heb je daar eigenlijk zelf een verklaring voor? Nee, het is om te janken. Mooi dat je zelf zo eerlijk bent. Ja, nee, het is natuurlijk verschrikkelijk. Vorig jaar ben ik mijn seizoen gestopt wegens overtraindheid. Ik heb best een goede zomer gehad, maar toen ik terugkwam uit Amerika ben ik direct weer ziek geworden. En het probleem is, mijn lichaam is gewoon nog heel gevoelig. Dus ik heb heel lang niet kunnen trainen. Wel wedstrijden blijven rijden, maar dat was ook niet evident. Het schoot ook niet echt op. Ik heb me weer terug in Brussel laten onderzoeken. Ik moet de uitslag nog terugkrijgen. Dat zal zeker uitsluiten of ik wel echt belastbaar ben. Want het is best lastig nu met trainen. De ene keer dan gaat het wel weer goed. En de andere week, zoals in Tabor, dan fiets ik weer achteraan. Dus het is voor jou eigenlijk zelf koffiedik kijken wat er aan de hand is? Ja, het heeft gewoon wel met die overtraindheid te maken. Ik merk dat mijn lichaam heel gevoelig is. Mijn herstel is gewoon trager. En op een gegeven moment wordt het ook gewoon heel moeilijk. Want het is, ik start achteraan en de wereldbekers. Maar ik ben wel positief hoor. Ik ben nog heel gemotiveerd om alles van dit seizoen te maken. Het is alleen gewoon een hele vervelende situatie. Want ja, als je je niveau niet kan halen. Maar ik doe er echt alles aan om week bij week weer beter te worden. Dus ja. En een positieve ingesteldheid helpt altijd natuurlijk. Ja, je moet gewoon doorgaan. En ik weet zeker dat er echt nog wel een moment in dit seizoen komt dat ik wel op het podium sta. En dan zeg ik, dan ben ik blij dat ik door ben gegaan. Dus het enige wat ik nu kan doen is doorgaan. We wachten er met jou samen op. Dankjewel, Sophie. De immer lachende Sophie de Boer in, hoe zeg je dat, voorspoed en tegenspoed. Blijft, mogen we toch objectief zeggen, mooie verschijning op de fiets. En dit is het strand. In de zomer krioelt het hier van de mensen. En straks, wanneer de elite-renners rijden, gaat daar terug meer volk staan. Supporter van Wout van Aert. Maar Wout zal er niet bij zijn. U weet dat. Die zit in Spanje te rusten, te trainen. En vooral hard te trainen, denk ik. Lange ritten aan het doen. Prachtig recreatiedomein is het hier. Veerle Goossens komt hier ook binnen als intussen 21ste. Dat is zo'n drie kwartier nadat deze dames van start gingen. We zagen een heel sterke start van Inge van der Heijden in de groene trui. Zij dacht, ik ga doen wat Ellen van Looy gedaan heeft. Dat is snel starten en wie weet hoe lang blijf ik voorop. En dat bleek ook de goede tactiek te zijn. De Canadese Rochette is mee. Puk Pietersen is in derde positie. Dan zien we Sophie de Boer, Van der Steen is zelfs. En dan pas Kant en Verdonschot die uiteindelijk zullen strijden voor de overwinning. Maar kijk eens hoe een grote voorsprong Van der Heijden meteen nam in het begin van de wedstrijd. En dat had te maken ook met een valpartij van Rochette die de boel ophield. Maar toch, Inge van der Heijden, heel sterk wat ze daar deed. Zij is de kampioene van Nederland bij de beloften. 19 jaar is ze nog maar. En dan komt die andere jonge Belgische, Laura Verdonschot, 21. Ze wordt over 2 dagen jagen met Kim van der Steenen, die vooral in het loopwerk goed werk verricht en altijd terugkomt, maar daarna weer wegzakt. Verdonschot, die komt terug tot bij Inge van der Heijden en ze brengt Sanne Kant mee. En dan proberen ze Van der Heijden achter te laten, maar dat lukt niet zo makkelijk. Maar het is wel duidelijk dat Verdonschot en Kant de sterkste van beiden zijn. En we krijgen een heel prangende, spannende slotfase. Laatste ronde, waarin het echt vrouw tegen vrouw mooie strijd is tussen Verdonschot en Sanne Kant. Verdonschot, die denkt, ik ben hier aan het wegrijden van Sanne Kant. Maar Sanne Kant denkt daar anders over. Ze gaat tot in het wiel van Verdonschot en gaat er dan gewoon over ook. En dan is het echt wel strijden tot op de streep. Verdonschot die probeert dan in het loopwerk misschien zo goed mogelijk aan te klampen bij Sanne Kant. Want Kant is een goede loopster. Want in de spurt heeft ze toch een beetje schrik van de wereldkampioenen. Dus ze moet Sanne Kant kwijtraken. Ze probeert dat hier, maar eigenlijk zal het nergens meer lukken.
Het wordt echt moeilijk voor Verdonschot om te winnen, maar ze probeert, ze doet er alles aan. En Inge van der Heijden die blijft er toch ook maar aanhangen. Dat is ook helemaal niet slecht. Maar het wordt dus een spurt en Kant vertrekt van op kop. Maar zelfs dan nog slaagt Verdonschot er niet in om uit dat wiel te komen. Ze geeft het op zo'n 50 meter van de streep. En ja, het is jammer voor Verdonschot, maar het is een oververdiende overwinning voor Sanne Kant. Haar tweede zege in Mol, haar vierde van het seizoen. Dit is de uitslag. Sanne Kant dus voor Laura Verdonschot en Inge van der Heijden. Loesels was vierde, Kim van der Steenen vijfde, Sophie de Boer zesde, dan Joyce van der Beken, Magali Rochet achtste, Puk Pietersen negende, Aniek van Alphen tiende en de Belgische kampioene bij de beloften, Suzanne Verhoeven, was elfde voor Whitlock Mulder, Meistrok, de Estse kampioene Mutus. Dan hadden we Jana Dobbelaar op een 16e plaats. Delay, vervolgens Crampton en nog Jinse Peters die de top 20 volledig rondmaakte. Jinse Peters, vrouw van de streek. Supporteres daar van Sanne Kant, nogthans niet met de glimlach, maar daar is nogthans ook al reden voor. En deze mannen, zij houden het parcours hier mooi recht. Zij houden een organisatierecht. Het is een onwaarschijnlijk werk wat Koen Monu en zijn medewerkers hier voor elkaar gekregen hebben. Nu, er is hier de afgelopen dagen natuurlijk meer dan dit gebeurd. We hebben de wereldkampioenschappen bij de Masters gehad. En dus al die infrastructuur staat hier niet voor deze wedstrijd van vandaag alleen. Dennis. Inge van der Heijden, hele knappe cross. Ik kan alleen maar aannemen dat je best tevreden bent van je prestatie vandaag. Ja, ik ben zeker tevreden. Ik had niet van uitgegaan dat ik hier op het podium zou staan. Dus ja, het is wel leuk om dan derde te worden. Wanneer wist je dat het net niet ging zijn voor de overwinning? Ja, die laatste ronde net voor de tweede materiaalpas kwam ik al niet goed uit in mijn klikker. Ja, en ik was eigenlijk al best wel op. Dus ja, ik heb natuurlijk nog wel mijn best gedaan om erbij te komen. Maar ik was al heel blij met die derde plek. Je bent ook heel snel van start gegaan. Hè? Was dat bewust? Was dat vooraf ingepland? Nou, het was eigenlijk niet gepland dat ik meteen een groot gat zou hebben. Maar ja, dat is natuurlijk altijd leuk om mee te nemen. En ik wil wel graag al het kopstart nemen. Dan ben je in ieder geval die chaos een beetje voorbij. En ja, uiteindelijk viel ik wel iets terug. Maar ja, heel tevreden om dan toch nog aan te kunnen blijven haken. En het wereldkampioene Sanne Kant het vuur aan de schenen kunnen leggen. Wat doet dat eigenlijk met je vertrouwen? Ja, heel goed. Deze wedstrijden zijn gewoon heel leuk om ook met hun mee te rijden. En het zijn allemaal leerpunten voor mij. En goed voor de toekomst. Ja, zeker voor de toekomst. Dikke proficiat, dankjewel. Fijn dat we Inge van der Heijden ook eens te zien krijgen. En een leuke babbel heeft ze. Ja, Sanne Kant heeft veel van haar supporters hier meegebracht. En die kunnen natuurlijk beginnen feesten, want Sanne Kant, het is een veelwinnares, maar dit seizoen is dat er toch nog niet zo vaak uitgekomen. Ze heeft gewonnen in Meulebeke, ze heeft gewonnen in Lokeren en ook in Niel was ze de beste. De enige klassementscross die ze tot dusver gewonnen heeft. Dennis? Laura Verdonschot, net niet vandaag. Welk gevoel hou je nu over aan deze cross? Goh ja, ik denk dat ik daar een goed gevoel aan mag overhouden. Ja, Sanne kan heel goed door de zand rijden. Ik denk dat ik vandaag niet moest onderdoen en door de zand rijden, maar langs het water was Sanne sterker. En, ja, ik heb de laatste twee toeren begon ik foutjes te maken, maar de vermoeidheid begon op te spelen. En, ja, ik wou eerst het zand in, maar ja, de sporen waren allemaal kapot gelopen, dus het was eigenlijk puur op de power en dat was een beetje lastig. En, ja, Sanne liep heel snel de laatste loopstrook en ik moest alles geven om toen al in het wiel te blijven. En, ik wist dat ik ook nog moest sprinten, maar ik voelde de verzuring altijd achter mijn oren, dus ik wist dat het moeilijk zou worden. Want je zat wel in de goede positie natuurlijk, hè, voor die sprint op het einde. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat Sanne zeker, dat is een van de snelste rensters uit het pak. Dus dat zou voor mij heel moeilijk zijn. Ik heb ze 2 jaar geleden in Lillok verloren. Dus ja, ik wist dat het heel moeilijk was dat ik niet van Sanne kon afgeraken. Je was ook heel fris vandaag. Is dat het voordeel dan met gisteren niet te rijden? Goh ja, ik denk het wel. Ik heb al de laatste 3 weekenden dubbel gereden. En ik denk dat voor mijn leeftijd zeker genoeg was. En ik kan wel elke week 2 keer rijden, maar dat hou ik toch niet vol. En ik ben nog jong, dus ik moet nog mijn crossen uitkiezen. En ja, dan kies ik voor Mol, omdat ik goed door de zand kan rijden. Laura Verdonschot, proficiat met je tweede plaats. We gaan meteen door met de winnares van vandaag, en dat is de wereldkampioene. Sanne Kant, je vierde zege van het seizoen. Hoeveel deugd doet dit? Ja, zeer plezant. Het is nog maar de 4e keer dit seizoen. Dus
het was ook al een tijd geleden. En als je dan zo'n mooie cross was, Mol kunt winnen, dat doet deugd. Uiteindelijk moeten wachten tot in de sprint. Nochtans leek je al iets vroeger weg te rijden in het zand. Ja, ik kreeg een gaatje en dacht Laura fout maakte. Maar ik wou gewoon mijn eigen tempo blijven rijden. Want als je hier op een stukje forceert, dan begin je zelf ook fouten te maken. En die kunnen dan wel cruciaal zijn. Dus ik kreeg mijn eigen tempo en ze kwamen terug aansluiten. Net voor de eerste zandstrook van de laatste ronde. Maar ja, het was de bedoeling om zo gewoon kalm te blijven. En dan, ik had nog wel een versnelling in de benen en die bleek genoeg te zijn. Maakt dat eigenlijk uit voor jou, of je solo wint of in de sprint? Goh, nee, ik denk het niet. Ik had een beter gevoel als gisteren. Dat is nu voor het moment het belangrijkste. En, ja, die overwinning was op zich is dat mooi meegenomen. Al doet die, ik moet zeggen, wel echt heel veel deugd. Voor de start zei je me dat het parcours er heel zwaar bij lag. Wel, vertel eens, hoe zwaar was het? Ja, het is echt, echt heel zwaar. De zandstroken liggen eigenlijk best diep. En ja, vanaf dat je even een foutje maakt of met je stuur een beetje opzij gaat, dan rijden wij direct helemaal vast. Dus dan is het heel moeilijk om die snelheid te maken. En de laatste loopstrook is echt heel, heel lang, dus het is echt heel lastig. Proficiat nog eens, Sanne. Sanne Kant met een grote zucht van opluchting. Terwijl we nog eens kijken naar haar verbeten sprint. Echt knap met op de power, van op kop vertrekken en toch niemand laten overgaan. Je ziet dat Laura Verdonschot haar gebit aan het stuk bijten is en dan begeeft ze. Niks aan te doen. Sanne Kant is sterk. Ze is ook wereldkampioen natuurlijk. Mooie zege, nummer 4 van het seizoen. En met de dikke zucht van oef, het is me gelukt. En dan zie je dat ze echt wel goed met elkaar overweg kunnen, de dames in het veld. Hier is ze dan. Uw applaus graag voor Inge van der Heijden. Inge van der Heijden uit Nederland. Nog een beetje onwennig, maar dat zal. We gaan haar zeker en vast nog meer zien. Ze komt uit een fietsfamilie ook. Haar broer is een van de betere veldrijders in Nederland bij de belofte. Mike van der Heijden. Uw applaus voor de tweede, Laura. Laura Verdonschot, geen overwinning van haar, maar ze heeft dit jaar ook al wel een paar keer gewonnen. In het begin van het jaar ging ze gaan fietsen en winnen in Zwitserland, in Tsjechië, op zoek naar kostbare UCI-punten. Dat is haar gelukt. Ze hoopte om hier in het zand kant te kloppen, maar het is haar niet gelukt. Maar ze heeft wel een prachtspektakel geleverd, net als Sanne Kant, uiteraard. En een organisator kan alleen maar gelukkig zijn met een wereldkampioen op het podium. Dat is gelukt. En eindelijk kan Sanne Kant nog eens lachen op het podium. Ze heeft al zoveel gewonnen, maar ik denk dat het blijft plezier doen natuurlijk zo'n overwinning behalen. We zagen daar onder haar naam staan Sanne Kant, Corendon Circus, maar dat klopt natuurlijk niet. Dat is de foute ploeg. Het is Ico Beobank. Laat ons de ere wie ere toekomt. Maar misschien werd er al geoefend voor de wedstrijd bij de elite mannen. Voor straks waar David van der Poel misschien kandidaatwinnaar is, omdat hij hier vorig jaar woont en hij rijdt voor Corendon Circus. De man die daar de trofee gaf is de burgemeester van Mol, dat is Paul Rottier. Hij is aan zijn laatste maand begonnen als burgemeester. Kijk, mooi podium. Op dit beeld geef ik heel graag het woord aan Dennis.